Een schoenenpeper. Schoenenpeper. En hoe lang had er aan bezig geweest? 2 weken. 2 weken? Ja. 2 weken er aan bezig geweest. Hoe maakte de leutentreuters? 1,5 weken. 1,5 weken. Als het zo'n pak de leuten maakt. Hekken worden. Hekken worden. Schoenen. Hé, hartjes! Ja, ga ook! Hier, liever op red! Dat is schuin, hè?
Waar mag jij ze ook? Hé, hij is staan met mij. Mijn beste vriend. Had je staan met mij? We gaan er ons hier een beetje tussen zetten. Oké, okay. Onze voorzitter wil nog geen afscheid pakken, dus we moeten nog een beetje wachten. Het was maar een opwarming. Ik denk dat we een beetje dichter moeten. Het was maar een opwarming. Dikke merci. Ik ga het woord geven aan mijn prinses. Jawel, moet ik het in die plaats zeggen? Nee. Ik zou zeggen, maar ja, het is niet klaar. Ik wil elke carnavalist bedanken dat je nu staat. Ook elke carnavalist die dat afgelopen 3-4 dagen in onze gemeente geweest is. Maar vooral, ik wil van iedere carnavalist ook een warm applaus voor ons comité. Wat we gedaan hebben als wetteren. Mag ik een warm applaus voor ons comité, vooral ook voor onze voorzitter Pieter. Ook voor het gemeentebestuur om ons toch een beetje dingen te laten doorgaan. Bedankt voor de officiële aanstelling dat we toch iets zetten. Het waren 3 speciale dagen. Ik weet niet hoeveel dat we zitten. 3 of 4. Spijtig genoeg is het nog een keer extra speciaal. De brandweer had geen goesting om naar hier te komen. We zijn niet naar hier gestuurd, maar ja. Merci, Spos. Dat liep het sowieso in het 100. Maar ik heb juist gehoord. Verder ga ik geen woorden zeggen. Ik heb gehoord dat we jullie toch eens de markt in vuur en vlam gaan zetten.
als ik aan het schoppen ben, dan pijs ik dat is iets voor mij. Drummen komen tot stand als prinses door heel ons land. Mocht al eens proeven van dat goed gevoel als mini-prinses en die goed. Mee van vuren in de stoet doen de mensen echtje goed. Mensen dan te springen zij aan zij voor de vogelvrij. Het rust geeft al het. Ken de maat die al in de rij lang gezet is en nu heeft het voor om als prinses en jullie op de baan te gaan. Om de liefelijk en wonderschön de max vergaan en voor mij. Doe maar mee, allemaal, mee aan mee. Het liefst om die voor aan de kop te laten zien. Drink de pintje bij mij mee. En ik geef er een tournee. Met mijn groep de Felixkoes en met mijn team zijn we nog vuur gereed. Om er samen vuur te gaan. De navel op de kop te slaan. Mensen dan te springen zij aan zij. Voor de vogelvrij. Met de rug in valet. Ken de moord die al in duur en blauw gezet is een bruin. Hier te staan. Om als prinses weer hier op de boord te gaan. Ongelooflijk en wonderschön. De max verhaalde mij. Doe maar mee. Allemaal. Mee aan vee. We wonen een fietsje na. Mee aan vee. Doe maar mee. En blijf niet staan. Die Jason net heeft gezegd, gemeentebestuur, het comité, onze voorzitter natuurlijk, de Peter, heeft hier super gedaan. Ja, ben ik nu zijn eerste prinses en ik denk wel dat ik hem trots gemaakt heb, ik hoop dat toch. En ja, ik wil natuurlijk ook mijn Felixkes bedanken. Allemaal alleen voor hun toppers. Zonder jullie was het nooit gelukt natuurlijk. En ja, ik denk dat Jason nu ook wel zijn liedje wil zingen, want hij mist hem. Merci iedereen en ja, we gaan de wort hier nog een keer in vuren voor omzetten hier. Dank je, merci prinses Alveken. Ik wil je vragen aan mijn slippen om even bij het comité te komen staan. Ik zou zeggen, ook Jitsi, leg maar op. En we gaan ons voorbereiden. Het is het moment om te gaan. Leg maar op, Jitsi. Hierboven is het beslist, het is de tijd om te gaan. Kom ik nog maar 5 minuten bij aanstaan.
meisje leven is veel te kort. Ik wil ook nog een keer even, nu dat we hier allemaal samen zijn. Het is mij gevraagd om het niet te doen. Maar het is... Mag ik alsjeblieft nog een keer een zwaar applaus voor onze Mario dat hier boven aan het meekijken is. Prinsesje, het is tijd om af te sluiten. Ik zou zeggen, waar is de fakkel om die pop in brand te steken? Nee, het is geen... Voorzitter, wil jij eens nog een woordje doen voordat je een carnaval afsluit? Ik ga het laatste woord aan ons doedelzakken geven.
maar weer de tijd van jor. Voor goede feesten al te gaan. Ons goed op de grond springen en drooien. En met de schep te zwaaien. Weer witte, wit is de hoed. Van kort op die en alles in de stoet. Ons goed op de grond springen en drooien. En met de schep te zwaaien. Want als dat biesje je beter niet. Zeker in je spannen springen als de grond in de oeveraal. Alle borders uitgewozen in alle stoten met carnaval. Sint je busje paradieden in de carnavalsfeer. Ieder jaar op die feestdag is een spektakel. Echte mooi door het oor te zijn. Misschien een keer in je lichaam. Van mijn voorzitter dat hij nog iets wil zeggen. Schepen? Waar is mijn voorzitter? Dat is een moment. Ja, het is nou weer de tijd. Hoe moet je weer een sleutel? De sleutel had. Pijs dat tijd is om hem terug te geven, zeker. Zie je hem nog? Dat is een kleintje, hè? Ja, je moet ook zo liggen in een grotere. Dan gaan we regelen. Meneer de burgemeester, als je dat ooit ziet op een videootje, we willen een grotere sleutel. Kan voelen. Wat gaan we ermee doen? Gaan we afgeven? Nee. We zijn weg. Jongens, tot ons de jaar. Merci. Nee, het is een plechtig momentje. En onze voorzitter wil ook nog iets zeggen. Bedankt aan het gemeentebestuur. En dat is een heel mooi carnaval, absoluut. En Kleider! Ja, dat dan mooi. Ik heb al die verstanden meer, hè. Ik heb roepen. En ik vond al bij al dat we toch nog iets gehad hebben. En we hebben het beste van allemaal. Vooral, Hulder hebt dat fantastisch gedaan. Hulder hebt dat fantastisch gedaan. En dan gaan we nog een goede drinken en einde. We gaan nog niet naar rood. Want ons moeder staat nog op de mert. Mix drop. Hij is te duur, heb ik gehoord op de mieke. Ja, dat is het dus wel. Dat is toch net op de verhaal, niet zo de mieke. Ja, het is...
Dat is de bal, hè? Ik ben hier. Hallo. Goed.